Hallo allemaal. Door de coronamaatregelen moeten de meesten van ons thuis blijven. We gaan er een leuke periode van maken, door je elke dag een nieuwe tip te geven. En vandaag werken we met foamklei. Foamklei is een klei die langzaam hard wordt. We kunnen er dus iets van maken, een 3D-figuurtje of iets mee versieren. En na een dag wordt het hard. We gaan je eventjes voordoen hoe we zo'n visjes versieren. Om strepen te maken, nemen we een klein beetje foamklei. We kneden het een beetje en rollen het uit met een stift of eventueel voor grotere plekken met een deegrol. En je mag echt wel een dun velletje overhouden. Dus nog een beetje eventueel omdraaien en nog wat uitrollen. We knippen daar bijvoorbeeld strepen uit, of zoals op de olifant, vierkante vlakken. En we kleven het op het visje. Goed aandrukken, ook de randjes goed bedrukken. En voilà, dat is het eigenlijk. Om rondjes te maken, nemen we een klein beetje foamklei, maken daar een bolletje van. En drukken het plat. Voilà, en je hebt een mooi cirkeltje. Om het af te werken, nemen we een wiebeloogje en kleven het op het visje. Zo, veel plezier ermee. Met elke dag een leuk idee. Van thuis blijven echt wel mee. Tot morgen.